Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Road to Chelsea. En we gaan natuurlijk beginnen met de vraag van vandaag. En de vraag van vandaag is, wat is jullie favoriete formatie in FIFA en waarom? Dus vergeet natuurlijk niet die motivering, dus eventueel stop uit de video, like meteen en beantwoord die vraag. Voor mij moet het antwoord zijn de 4-2-2 formatie, omdat die lekker gebalanceerd is met een centraal aanvallend middenvelder en een centraal verdedigend middenvelder. En je kan natuurlijk nooit misgaan met twee spitsen voorin. Maar in ieder geval, laat jullie antwoord maar in de reacties achter en dan zal ik er een paar behandelen in de volgende video. En de eerste is van Wesley van Middendorp van vorige week, die zei, Zlatan Ibrahimovic, geweldig. Geweldige man, ook naast het veld, en is een supervoetballer. Maar ik moet dit eventjes onderbreken vanwege dit. Zoals je kan zien krijgen wij een goal tegen. Maar meteen krijgen wij een goaltje terug met geen andere manier dan de Kezai-techniek. En natuurlijk eventjes een heel slechte duivelslag. Maar daar is het nog niet bij afgelopen. Zoals je zal zien gebeurt er eigenlijk nog iets. Natuurlijk, ik wilde weer aan het begin van de tweede helft proberen om met de Kezai-techniek te scoren. Maar het ging toch iets makkelijker dan ik dacht. Oh my god, met de slechtste editing ooit gaan we nog verder met de aflevering van Road to Chelsea. En zoals ik al zei, had Wesley van Middendorp dus gezegd dat Zlatan Ibrahimovic zijn favoriete speler was. En overigens voor de mensen die de vorige aflevering niet hadden gezien, de vraag was, wie is jullie favoriete speler en waarom? De ander had nog gezegd, Cristiano Ronaldo natuurlijk op 1, wat een techniek en wat een afwerking. En Ibra is gewoon zo fantastisch dat hij op de tweede plek staat. En Messi vind ik persoonlijk gewoon niet het leukste om naar te kijken. En dat vind ik op zich best wel een legitieme comment. Ik zou waarschijnlijk ook wel zoiets hebben neergezet, want ik vind Ibrahimovic echt een fantastische speler. Ze noemen hem niet voor niets Ibrakadabra en ook niet omdat hij een black belt heeft in karate of zo, of in ieder geval een vechtsport, vind ik echt gewoon fantastisch. En dan heb je natuurlijk Messi, vind ik niet de beste speler om naar te kijken, dan vind ik toch Cristiano Ronaldo iets beter. Maar natuurlijk, iedere mening voor zich, iedereen heeft een andere mening en die respecteren we allemaal. Maar ik vind die mening van die anderen toch wel best wel legitiem. En dan tenslotte hebben we nog Klaas Pietje en die zei, mijn favoriete speler is Memphis Depay. Een goede speler, goede acties en goede skills. Ik vind op zich wel dat Memphis Depay een goede speler is, ik vind het ook leuk om naar hem te kijken. Maar wat het probleem met hem is, hij heeft echt enorm veel potentieel, maar mentaal is hij toch nog iets te egoïstisch. Ik vind dat hij af en toe een paar acties maakt die misschien niet had kunnen maken. Maar ik vind het altijd een fantastisch speler. Ik ben benieuwd waar hij zal spelen over 5 jaar. En dat zeg ik echt niet omdat ik een PSV-fan ben. Ik ben echt gewoon best wel objectief op dat gebied op van Depay. Ik vind het echt een heel goede speler. Maar af en toe maakt hij toch wel echt van die acties die misschien wat beter had kunnen doen. Maar dat is het dus voor de vraag van vandaag. De vraag van vandaag is nogmaals. Wat is jullie favoriete formatie en waarom? En hier zie je dus uit heel lekker. Oscar kijkt van lekker Fernando Torres vlees. En dat was heel raar ondertussen door. Maar we gaan wel ondertussen verder met lekker scoren. Want deze Hart die kan er ook niks van. Want Hart bakt er echt ook gewoon helemaal niks van. En ik snap niet waarom, want hij was echt een supergoede keeper. Maar na die goal van Ibrahimovic, die super zieke omhaal, ging het iets minder met Hart. Toen werd hij zelfs uit de beste 11 gezet van Manchester City. Maar Juan Mata scoort hij nog een keer. En hier volgt echt een fantastische volley van Ramirez. Hij neemt hem vol op de slof. Hart, die had het nakijken. Hij dacht echt van, wat gebeurt hier in godsnaam? Die zal vast al misgaan. Maar nee, in plaats daarvan vliegt hij echt gewoon volop in de linkerbovenhoek. En dat was het einde van de wedstrijd. En dus het eindresultaat was 5-0. Op zich een prima resultaat die we kunnen toevoegen in onze catalogus van overwinningen. En momenteel zit op 3 overwinningen, 2 keer gelijkspel en 0 keer verloren in deze divisie. Wat prima is, aangezien het tot de derde is. Dus nummer 2 en we zitten gewoon in divisie 1. Ik kan het echt niet geloven, want het gaat best wel snel. Aangezien ik op zich nog best wel weinig afleveringen heb geüpload voor Road to Chelsea. Inclusief intro en zo, want dat haalt natuurlijk best wel veel minuten weg van de gameplay die ik upload. Maar we gaan onze laatste wedstrijd tegen Sevens FC. En heeft op zich best wel een goed team met Falcao in de spits. En ik kom eigenlijk weinig Falcao tegen. Maar nog één dingetje wil ik het behandelen in deze aflevering en dat is de vraag of een suggestie van een andere subscriber, want die vroeg aan mij of ik misschien talent in de top opnieuw kon oppikken, maar deze keer met een ander concept. Hij wilde namelijk dat ik dan een heel grote club pakte, zoals bijvoorbeeld Manchester City, en daar alle dure spelers verkocht, dat ik met dat geld dan allemaal superjonge talentjes kocht, zoals bijvoorbeeld Bakkali. En je kan zeggen van ja, Bakkali is eigenlijk geen talent, maar in FIFA is het een talent, want hij wordt 91 algemeen, en natuurlijk andere spelers zoals Bruma en al die anderen die een superhoog potentieel hebben. Dus laat maar in de reacties ook nog achter of dat wel zien, een serie waarin ik dus eigenlijk gewoon een soort van talent aan de top doe, alleen dan met de super groot team. En dat ik die dan gewoon iedereen alle dure spelers verkoop en dat ik die dan vervang met super jonge spelers. En dan zal je dus zien dat ik eigenlijk gewoon dat hele team nu opbouw naar een super groot potentieel team. Maar in ieder geval, zoals je kon zien, was die serie veel te goed. Hij hield echt alles eruit. En hier dan eigenlijk de verlossende knal van Fernando Torres om de 1-1 te scoren. En uiteindelijk zelfs nog de 2-1 door Juan Mata. En ik moest hem al afleggen, want die serie die hield er echt alles uit. Was gewoon ongezond. In ieder geval, dit is het einde van de aflevering. Dus ik hoop dat je hem leuk vond. Vergeet de video natuurlijk niet te liken, want het helpt me enorm. Vergeet ook niet de vraag te beantwoorden in de comment section. De vraag was, wat is jullie favoriete formatie. En dan kan je natuurlijk nog altijd abonneren als je niet geabonneerd bent. En dan weet je meteen wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En tenslotte kan je nog wat voor Twitter links in de beschrijving staan. Maar tot de volgende keer. En zoals ze Brabant zeggen, houdoe.